Welkom terug in de EC Cultuurfabriek hier in Roermond, waar we onze eindsprint in gaan zetten. Hè, Beb? Ja, geloof het maar. Ja, we moeten er nog even aan trekken. Niet alleen wij hier, want heel lekker sfeertje hier. Alle neuzen staan in dezelfde richting. Maar is uw neusje ook in onze richting gedraaid en gaat u ook nog geven? Het kan nog, ja. Het kan nog. Een kleine drie kwartier. 088-0080. 1, 2, 3. En dan komt het allemaal goed. Trek vooral die portemonnee voor een hele goede zaak. Laten we even gaan kijken naar een tussenstandje. Beppie heeft vast al gespiekt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Iedere keer. Oh, ik kreeg er Spaans benoot van. 196.495 euro. En nou hadden we het over een eindsprintje en nu zitten we richting de 2 ton. Laten we eens kijken wat we in die laatste drie kwartier nog bij elkaar kunnen schrapen. Daar staan allemaal lachende mannen. Hallo. Ik ken u. Ja Wim Buk, collega. Maar ook ambassadeur van Bakkerij Vonken, zo. Kerkraden. Ja, die hebben iets heel leuks gedaan. Ja, die hebben heel wat leuks gedaan. Maar dan laat ik die meneer vertellen. Ja. Oh. Ik ben Ton Tijdwente, ook ambassadeur van de Bakkerij Vonken. Het is zo dat Jacqueline Winter, die zojuist hier was met Chantal Gouwers, hebben samen met Bakkerij Vonken het initiatief genomen en gedacht van wij willen die vergeetmenietjes, niet die vergeetmenietjes in die potjes, maar nu als cupcakes. Nou, en dit is het resultaat. En er is een behoorlijk bedrag zeg maar, uit voortgekomen. En wat ik nog even wil vermelden is dat de Rotary Club Kerkrade afgelopen vrijdag naar alle mensen in het verzorgingshuis... Ik heb ze gezien, Die hebben allemaal deze taartjes en die cupcakes rondgebracht. Nou, en het resultaat is in totaal 1500 euro. Wat we kunnen Oké, jongens, geef de check aan. Check, ja. Ik wil ook wel dat, hoor. Beppie, voor na de uitzending is dit lekker smullen. Oh, heerlijk. Kijk. Ja. Jongen. Wil ik toch nog even iets zeggen? Tenminste, voor Robin het noemen. Heel snel, ja. Ik moet de complimenten geven. Die schoen en de dingen. Dus is echt een zeer broek. Prachtig. Ja. Verduizend euro mugjes hebben. Het is mond aan. Ja, dus Het wordt gekker. Luister, geef ook de teertje. Ja, dank u wel. Dank u wel. Smullig plezier, hè? Oh, heerlijk. Okay. Het grootste teertje is voor het kleinste meentje. Ja, goed zo. Kom erbij. Dames, wie zijn jullie? Wij zijn mensen van het Alzheimercentrum Limburg en wij komen een check overhandigen. Van waar heel veel mensen hebben meegewerkt tijdens het driedaagse Parcours of Arts and Sciences. Op 19 september was dat. Fantastische opening door Beppie samen met Harmonie van Wolder. We hebben daar een heleboel vergeetmenietjes verkocht en die ook nog steeds hier te koop zijn. Dus dames en heren, koop vooral vergeetmenietjes. En dat is gedaan door een heleboel medewerkers van het Alzheimercentrum Limburg. We hebben een foto-expositie gehad met bijdragen door Randstaler Veld, zorgboerderij Randstaler Veld. Als we het even hebben over het geld wat we inzamelen. Ja. We hebben het over... niet de illusie dat we een pilletje verzinnen tegen dementie, maar we hebben het over preventie vooral ook leefbaarheid. Hè? Ja. Geef één voorbeeld van leefbaarheid waar dit geld naartoe zou kunnen gaan. Jullie nou, waar, weten van de hoed en de rand. Ja, waar we mee bezig zijn is voor de breincoach. En dat is eigenlijk wat we door mensen goed kunnen kijken hoe ze hun eigen gezondheid preventief kunnen verbeteren ter voorkoming van dementie. Oké. Ja. Overhandig de check. En Beppie, dank u wel, die laat hem op wonderlijke wijze weer verdwijnen in dat hele kleine kastelaartje. Jongens, we hebben nog een filmpje klaarstaan volgens mij. Praat me even bij, jongens, wat precies is. Ja? Ja, we gaan even kijken naar een gemeente... deze gemeente, gemeente Roermond, die wil graag een voortrekkersrol vervullen in onze provincie als het gaat om het beleid afstemmen op ouderen. En daar horen ook dementerende ouderen bij. Kijk even mee naar de manier waarop ze dat denken te gaan doen. Ze zijn dagen delen, dus nou zo, dan gaat dat prima.
En ik had ook uitgaan op. Hè, en, naar sommige zagen zijn er. Ja, dat ik. Niet goed meer weet. En, ja. Nou, en dan last van duizeligheid maakt heel onzeker. Ja. Maar ook wel van hoe moet dit verder? En gelijktijdig is ook van. Nou, zolang we het samen kunnen, op deze plek kunnen blijven wonen, zijn we ook vol goede moed van. Nou, zoals het gaat, komt het maar. Het is, we hebben het goed samen. En het zal uitwijzen hoe het verder komt. Ja, ja, van een voor de andere dag is ja, het. Ja, is heel verschillend, ja. En ik een beetje in de war ben ook. Hè. Ja, komt allemaal voor. Ja, ja. Het is heel raar allemaal. Ja. Ja. En door preventie kunnen we een heel eind komen in de strijd tegen dementie. En daarom moet er gebeld worden. Ja. Beppie, 088-0080. 123. Juist. Die houden we erin, hè? Ja, die houden we erin. Okay. Ja, ja. Heren. Hallo. Hallo. Wie bent u? Ik ben Pepijn Reynolds van Kien Facility Management. Jullie gastheer van vandaag. We hopen dat alles een beetje op rolletjes is verlopen. Zo niet, graag reclameren na de uitzending. Maar alle mensen die hier vanavond van jullie aan het werk zijn, we zijn heel trots jullie als gasten in de ECI te mogen begroeten. Wij exporteren de ECI sinds 1 januari dit jaar. En we willen heel graag een check aanbieden, omdat we het initiatief van harte ondersteunen. Ja, daarom hebben wij ook genoegen genomen met een eenvoudige maaltijd. Ja, precies. Water en brood. Ja, zodat jullie... Ik kan er meer op de chat. Ja, uitstekend. Ja, uitstekend. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, jongens, dat dank hadden ze goed uitgediend. Dank u wel. Een prachtig geswanjeerde heer naast mij. Staat er ook een geswanjeerd bedrag op? Dat is aan jullie om te bepalen. Wie bent u? Wim Cox van Cox & Co. Ja. U heeft het ook meegemaakt, hè? In uw omgeving, hè? Mijn moeder had dementie. En behoorlijk. Ze is afgelopen kerst helaas overleden. Maar dan komt het heel dichtbij. En dan weet je wat het, wat het allemaal is in de dagelijkse praktijk. Af en toe 10 keer hetzelfde horen. Lichamelijk wat minder... mobiel worden, vallen, lastig, in een verzorgingstehuis, in een heel mooie De Kantonier. Dus de herberg hier, en daar is ze heel goed opgevangen. Maar goed, helaas, ze is overleden, maar dementie blijft je dan heel erg bij. Ja. Dus u weet het uit eigen ervaring hoe het is om de strijd aan te binden met deze ziekte. Ja. Hoe hebben jullie geld ingezameld? We hebben binnen onze Limburgse bedrijven een 600-tal vergeet-me-nietjes verkocht. En we hebben een aantal dagen, de laatste dagen, een kassa-actie gehouden. Dus we hebben jullie deden af en toe een graai uit. We hebben onze gasten gevraagd om 30 cent per transactie te doneren. Oh. En een aantal hebben dat gedaan. En daarmee hebben we in totaliteit dit bedrag opgehaald. Heel mooi. 1660 euro. Overhandig de check. Hartstikke. Dank je wel. Cox & Co. Er moet gebeld worden. Ja. Het nummer hebben we... Zullen we het nog één keer doen? Ja, we doen het nog één keer. 088-0080. 123. Ja, en wordt er ook op gereageerd, Kirsten? Ja, kijk, hier word je in het Limburgs. Oh, wacht, er wordt het meteen een telefoonnummer doorgegeven. 69. Hier kom je dus bij Schaapputs uit als je dus nu belt. En die vraagt dan als eerste, moet het in het Limburgs of in het Nederlands? Ja, dat doen we ook natuurlijk. Dat kennen het plat. Mevrouw Smeets, je zit nu met mij op de televisie, als het goed is. Wat is het mobiele nummer van u? Ja, nou ga toch maar even weg, Schaap, want dan wordt het te intiem. Nogmaals, dankjewel. We konden heel veel goed met doen. En gewoon ziek dat ik vooral nog niet wilde vertellen. Tot ziens. Dag. Katja, hoi. Jij had net iemand aan de telefoon. Ja, dat klopt. Wie was het en wat vertelde hij tegen je? Ik had meneer Jansen uit Maasbracht aan de telefoon. En die zat met zijn vrouw naar de show te kijken vandaag. En die hoorde van al die verhalen die verteld worden. En die waren beide heel geëmotioneerd. Omdat ze zelf ook in aanraking waren gekomen met Alzheimer via de schoonmoeder. De moeder van de vrouw. En ze wilden meedoen. Ja. En 50 euro gedoneerd. Ja, dus wat fijn. Wat fijn. Ja. En hoor je dit soort verhalen, dat mensen toch ook in hun directe omgeving er wat mee te maken hebben? Of
Ja, eigenlijk iedereen. Ja. Want, ja, iedereen heeft wel die buurvrouw, ja, of die oma of die opa die ja, helaas aan dementie leidt. Jij zelf ook? Ja, ik zelf ook. Ja? Ja. Wie bij jou? Ja, helaas, mijn oma is al gestorven, maar die had ook dementie, ja, de laatste jaren van haar leven. En ja, ook nog wel dichterbij, maar dat is nog niet gediagnosticeerd. Dus, dus dat kan, ja, kan je nog heftig even niet benoemen? Ja. Oké, okay, ja. Nou, de telefoon zal ongetwijfeld zo weer gaan. Als u belt, komt u misschien bij haar of bij Jacqueline Winter hier in de uitzending binnen. U weet, een pilletje tegen Alzheimer bestaat niet, maar we kunnen mensen wel een beter leven bieden. Mensen en mantelzorgers beter begeleiden met dementie. Steun Alzheimer, het Onderzoekfonds Limburg, en belt u met 088 0080 123. En als we het dan toch over mantelzorgers hebben, we hebben er eentje zitten hier. Françoise. Ja. Jouw partner. Man. Man. Ja. Kreeg eigenlijk op hele jonge leeftijd al de diagnose. Hoe oud was hij? 53. 53. Hoe ging dat? Ja, we hadden op een gegeven moment door dat er iets niet klopte met hem. Met de gesprekken en zo viel hij plotseling gewoon weg. Terwijl hij vaak wel de grootste mond had. En leesbrilletjes die je kwijtraakt. Dus we wisten dat er iets aan de hand was. En die vond je dan terug op hele rare plekken ook? Nee, dat nog niet. Nee. Dat nog toen niet. Nog niet, nee. En in september. En wij gaan dus nooit naar doktoren. Maar in september wisten we ook wel van ja, je moet toch eens een keertje naar een dokter. En die heeft hem gelijk verwezen naar de neuroloog. Of naar het ziekenhuis. En 24 november 2012. Diagnose Alzheimer. Hoe ga je dan daar de deur uit met z'n tweeën? Nou, na het gesprek met de psychologen dachten we echt dat hij morgen dood zou gaan. Zo slecht was die uitslag. Maar de volgende dag hadden we het gesprek met de neuroloog. En die zei van eigenlijk ja, zijn hersens zien er nog op zich goed uit. In zijn hersenvocht zie je dat die hersencellen afbreken. En toen gingen we eigenlijk lachend naar buiten. Hadden ze iets van ja, je wordt net zo onhandig als je vader en je hebt nog heel lang te leven. Zijn we zelfs nog eventjes gaan lunchen ergens en we waren gewoon vrolijk. Dus de eerste keer waren we echt heel erg, ja, we zaten te huilen de hele nacht. Zitten praten, maar de tweede dag was iets van, ah, dat gaat nog wel heel lang duren. Maar ja, dat was 24 november 2012, ja. En hoe lang heeft het geduurd? 3,5 jaar. 3,5 jaar, echt heel, heel kort. En heel snel is het gegaan. We hebben hem gewoon helemaal zien aftakelen. Charlotte, ja. Dobbelstein. Jij hebt samen met jouw collega Edith, heb jij een klein zorgbedrijfje. Mm-hmm, klopt. Daar zitten... Daar maken veel mensen aanspraken op. Mm-hmm. Althans, als je kijkt naar het ziektebeeld. Herken jij dit, dat er heel veel verschillende gradaties ook in zitten in dementie? Ja, ik denk... Kijk, ieder mens is al uniek, maar ook je dementie is uniek. Ook de vorm daarin. En we zien mensen met woordvindproblemen. Mensen die in desoriëntatie, in tijd of in de plek waar ze zijn. Mensen die wel nog dingen kunnen, maar niet meer zelf tot organisatie daarvan van komen. Dus je ziet echt verschillende beelden. Eigenlijk heb jij een enorme hekel aan dat woord, hè? Ja. Dementie. Waarom eigenlijk? Nou, niet echt het woord dementie, maar wel als je de bulk dementerende noemt. Ik vind het echt een stempel geven op deze mensen die er gewoon nog steeds toe doen. Het is een mens en blijft die vooral zien. Vergeet zijn dementie. Maar hoe zouden we dat dan moeten noemen? Ja, ik weet niet of je er een ander woord dan weer moet voor bedenken. Maar blijf vooral die mens zien. Maar je kan het wel duidelijk maken met het woord dementie. Maar het blijft wel een mens of een man erachter, ja, hè? Ja. Je maakt het wel duidelijk. Maar vaak als je weet dat iemand dementie... of de omgeving dat iemand dementie heeft... dan gaan we vaak al niet meer met hem praten. Dan ga ik met jou... Hè, stel jij dement, dan ga ik met jou praten. En ga dingen overnemen. Ga je vleugelam maken. Laten we dat vooral gewoon niet doen. Dus wel handig als je weet dat iemand in een fase van dementie verkeert. Om erbij aan te sluiten. Hè, we begeleiden erop af te stemmen. Iets minder etiketteren dus. Ja. Hoe was de rolverdeling bij jullie thuis? Ja. Ik was dus de man thuis. En mijn man was de vrouw thuis. Althans, hij deed het huishouden? Hij deed het huishouden en hij verzorgde mij en de kinderen. Ik heb gewoon nooit wat thuis gedaan.
En ik heb zelfs ooit wel eens een keer een interview gehad. En daar hebben ze een titel van gemaakt. Ik was de vrouw die altijd op zondag het vlees sneed. Oh, was jij dat? En dat was ik dus. En ja, hij was gewoon onze lieve, zorgzame man. En toen hij ziek werd, ja, toen is dat dus wel heel erg verminderd. Op een gegeven moment heb jij een hele rigoureuze beslissing genomen. Ja. Wat was dat voor beslissing? In 2014 heb ik gewoon... Ik werkte thuis, want ik ben zelfstandig ondernemer geworden. Ik zag hem thuis lopen en hij wist gewoon niet wat hij moest doen. En hij deed vroeger dus in opties handelen. Maar dat lukte dus ook niet meer, want hij kon die muis ook niet meer handelen op de computer. En in januari 2015 heeft de neuroloog gezegd, jij moet opgenomen worden. En toen kon hij me dus echt nog zeggen, nee Françoise, dat wil ik niet. En toen heb ik gezegd van oké, ik ga ervoor zorgen dat jij zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Maar ik ga mijn werk weer oppakken. Ik kan dit op deze manier niet. Ik ga mijn werk weer oppakken. En ik heb zelfs tegen hem gezegd van, jij bent mijn man niet meer. En hij heeft dat begrepen. Hij heeft dat echt begrepen. En hij heeft ook heel duidelijk toen begrepen van, dat ik wel voor hem ga zorgen. Maar niet zelf. En dat hij dus, dat ik met mijn leven verder ga. Hij heeft dat begrepen. Ja. Heeft iedereen dat begrepen in jullie omgeving? Nee, maar dat is logisch. Er zijn zat vrouwen die altijd voor een man blijven zorgen. En ik heb het wel eens gevraagd aan andere mantelzorgers van, met wie ik dan vergaderingen had of meetings had om elkaar te steunen. En ik vraag wel eens van, hoe doe jij dat? Nou, en heel vaak vrouwen, we zijn of huisvrouwen of komen in de ziektewet, maar die doen het allemaal. Maar die hebben ook altijd, de meeste vrouwen hebben die zorgtaak toch altijd wel in zich. En het heeft nooit bij mij erin gezeten. En ik heb het dus niet gedaan. En dat heeft wel een heleboel mensen hebben tegen mij gezegd. Ja. Van, als het mijn man zou overkomen, zou ik voor hem altijd blijven zorgen. Mensen zouden kunnen zeggen, misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Want je denkt alleen maar aan jezelf. Of je denkt vooral aan jezelf nu. Jullie hebben samen twee dochters. Ja, twee gouden dochters. Studerende dochters, ja. Als ik me niet vergis. Ja. Hoe is het contact met... jou als moeder, met jouw kinderen. Dat is wel heel leuk, want toen zij geboren werden, heb ik dus ook nooit voor de kinderen... Ja, ik heb wel voor ze gezorgd, maar Het was een nanny, hè? We hadden een nanny. Ja, een nanny. En wij zeggen ook altijd, het was papa, mama en Kobe. Zo heette zij dan. Kobe, zo heette de nanny. En het was ook gewoon een mooi trio hadden we. En de kinderen zijn nog de dag van vandaag nog steeds gek op haar. Maar de band die ik met mijn kinderen heb, is zo goud. En vorig jaar heb ik dus zelfs deze ketting gekregen van ze... En ik ben niet vaak stil, maar toen ben ik inderdaad een minuut stil geweest. En het is er zijn drie ringen. En die symboliseren dus de band die ik met mijn drie kinderen heb. En zij hebben dezelfde ketting. Heel apart. Ja, en na het overlijden van mijn man is mijn ring er dus ook bijgekomen. Charlotte, maak jij dat wel eens mee? Dit soort rigoureuze, ongebruikelijke keuzes van partners? Nee, ik heb nog niet meegemaakt... Maar dat heeft er misschien mee te maken dat het toch, de gasten die bij ons in de dagbesteding komen, dat er vrijwel toch oudere mensen zijn. Of mensen die wij in begeleiding hebben ook ouder. Jij bent nog jong. Twee opgroeiende meiden. Ik zal me kunnen voorstellen dat, ja, dat je leven oppakt. Dan is het wel belangrijk dat je ook daar de kans toe hebt. En dat je dus ook begeleiding hebt. Ja. Dus mensen die niet alleen maar technisch voor je man zorgen, dus lichamelijk, maar ook meer voor je welzijn. En kijken hoe je samen die dag dan door kunt brengen. Dus dat jij ook als het ware ontzorgd naar je werk kunt gaan. Jij integreert met jouw zorgbedrijfje mensen met een ziektebeeld al veel meer in onze maatschappij. Mm-hmm. Hè? Want er is dagbesteding geloof ik bij de basisschool. Ja. Ja. De voetbalkantine stelt de kantine ter beschikking. Ja. Dat is belangrijk voor die acceptatie ook? Ja, in ieder geval de kinderen in de basisschool krijgen nu al in hun jonge leeftijd mee. Dat je mag gewoon mee blijven doen. En ze zien daarin ook mensen door de school lopen. Onlangs zei er stond een opa die stond bij ons door het raam heen te kijken. Dat is voor hun helemaal normaal. Maar voor ouders is dat soms wel lastig. Want dan zit er op een gegeven moment een meneer in de zon een pilsje te drinken. Er zit een meneer van in harmonie aan het bier. Dat kan toch niet? Als je bij ons eet en je wilt graag een pilsje, ja, dan mag dat. Dames, ontzettend bedankt voor
jullie aanwezigheid. En ik ben eigenlijk wel heel trots op jullie, want jullie zijn dappere vrouwen. Jij voor de keus die je gemaakt hebt om zelf een bedrijfje te beginnen. En jij ook om toch ook voor jezelf te kiezen, zodat je er niet aan onderdoor zou gaan als mantelzorger. Dank je wel. Graag gedaan. En dan blijft natuurlijk de vraag, gaan wij in de tijd die ons nog rest in deze uitzending, gaan we over die 2 ton heen? Sinds mijn man dood is, weet ik steeds vaker de weg naar huis niet meer. Volgens de dokter heb ik dementie. Als ik in de war ben, is het zo fijn als iemand me helpt Berenstraat 41 te vinden. Daar woon ik. Samen maken we Nederland dementievriendelijk. Met een klein beetje moeite kunnen we veel voor elkaar betekenen. Kijk wat jij kunt doen op samendementievriendelijk.nl. Nog een half uurtje kunt u gaan bellen naar 088 0080 123. En dan komt uw gift terecht bij het Alzheimer Onderzoekfonds Limburg. En wie gaat dat geld dan uitgeven? De dame en heer hier aan tafel, Frans Verheij en Marlijn de Vught. Goedenavond. Hallo. Ja, jullie kijken al de hele avond naar dit programma. Jullie kijken allemaal mee hier naartoe. Er vroeg mij net iemand, we zijn al zo lang aan onderzoek aan doen naar Alzheimer en dementie. Is er nou meer licht of minder licht in de duisternis? Frans, ik begin even bij jou. Ja, we weten allemaal heel veel van wat er in die hersenen plaatsvindt. Maar 10 jaar geleden was ik optimistischer dan nu. En als we iets geleerd hebben, is dat het zo ongelooflijk ingewikkeld is. En ook zelfs grote industrieën die zich toch weer aan het terugtrekken zijn uit het veld. Van ja, zitten we wel op de goede kant? Alles heeft zich gericht op dat Alzheimer-eiwit. Nou, het is nog te vroeg om te zeggen dat het dat niet doet. Maar, of dat dat niet belangrijk is. Maar het kan ook zijn dat dat niet het goede pad is. Dus we weten het eigenlijk nog niet. We weten het niet. We dachten niet. 15 jaar geleden dat we dichterbij waren dan dat we nu. Ja. Het is complexer dan we dachten, zou je het zo kunnen omschrijven? Ja, maar wat ik ook even graag wil zeggen dan, want het licht in de duisternis wordt vaak daarmee bedoeld, zijn er al medicijnen. Maar als je je daar alleen maar op focust, blijven mensen in de duisternis zitten. Terwijl als je het licht ziet, ook in termen van beter mensen helpen om het leven leefbaarder te maken met de ziekte, ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, dan is dat een ander licht, wat denk ik de afgelopen jaren wel heel duidelijk ontwikkelingen heeft laten zien in het wetenschappelijk onderzoek. En daar gaat het geld wat vandaag ophalen. Ja, daar wil ik toch wel aandacht voor vragen. Na die preventie en die begeleiding van mensen die Alzheimer hebben en de mantelzorg. Het heeft een keerzijde, als je zo focust op de oplossing, dan moet je iedere keer weer constateren dat die oplossing er niet is. Dan wordt Alzheimer een onbehandelbare ziekte. Je hebt allerlei manieren, hè, wat Marjolein ook zegt, kun je toch iets betekenen. Maar doordat, als je nu kijkt op Google en je typt de Alzheimer in, dan krijg je alleen maar sombere plaatjes van we zijn er nog niet, er is nog niks. Het is, niet raar, want dat is het natuurlijk ook. Tuurlijk, ik ga niet ontkennen dat er hele vervelende kanten aan zitten, maar er zitten ook draaglijke kanten aan. En dat is ook belangrijk. De keerzijde daarvan is door alleen maar te focussen op ellende en ongeneeslijk en je gaat er dood aan, is ook dat mensen daar bang van worden. En dat, misschien is wel ook het probleem, als je numeriek kijkt onder de bevolking, de angst voor dementie nog groter dan de dementie zelf. Er zijn mensen, dat kan enorme vormen aannemen. Ik heb jarenlang een specialist onder behandeling gehad, een collega van me, die kwam iedere half jaar vragen of die tekenen van Alzheimer had. En op een gegeven moment kwam hij mij meedelen dat hij onder de kanker zat. Die was ongeneeslijk ziek. Maar zijn eerste reactie was, goddank, ik heb geen Alzheimer. Dus dat kan heel veel vormen aannemen. En ik denk, als dat in je hoofd plaatsvindt, dat idee van, ja, ik heb misschien wel Alzheimer. Ja, dan kun je daar wel, dan ga je naar leven dan. Ja. En dan ga je ten onrechte hele enorme beperkingen opleggen. Dus we moeten ook die angst wat indammen eigenlijk. Ja. Ik denk ook de discussie moet niet zijn of het een moeilijke ziekte is waar je met ontluisterende situaties te maken krijgt. Want dat is zo. Het punt is alleen dat mensen na een diagnose soms 6, soms 8, soms zelfs 10 jaar moeten leren leven. En dat lukt veel moeilijker als ze heel erg hun focus op die hopeloosheid hebben. En wat wij willen en wat we ook doen, ook met nieuwe programma's die we ontwikkelen, is kijken hoe kunnen we mensen ondanks die ziekte toch weer wat meer perspectief geven en ook leren kijken naar wat er dan wel mogelijk is. Ja.
Dus niet kijken wat niet kan, maar wat wel kan. Die draai proberen jullie uit te maken. Ja. Ga niet wachten op de pil, maar focus op wat mogelijk is. Ja. Maar dan moet je eerst door die angst heen. Jullie, dat is ook een beetje in gevecht. Is ook zo. Ja. Is ook zo. Is ook natuurlijk, een dat gaan we niet ontkennen. Dat, dat dan een belangrijke rol speelt. Dat je dat moet accepteren. Maar het maakt uit of je gaat wachten op een oplossing. Ja. Of dat je zelfs een doel hebt. Ik moet ook het leren accepteren. Ja. En ik moet dat gaan managen. Ik moet er op een bepaalde manier mee omgaan. En er is een leven met Alzheimer. Ja. Er is ook een leven wat draaglijk is met Alzheimer. Dat is eigenlijk wat jullie zeggen. Het is leefbaar. Ja, maar ja, er moet ook nog heel veel gebeuren. Hè? Want wat we nu zien is meer aandacht voor een dementievriendelijke samenleving. Nou, ik denk dat die aandacht heel goed is. Maar dat ook meer mensen zich realiseren dat nog steeds mensen met de ziekte van Alzheimer zich verstoppen, zich schamen en zich terugtrekken en niet meer naar buiten durven te gaan. Dat taboe is niet doorbroken. Dat taboe wordt langzaam doorbroken. Maar dat is echt dat kost nog heel veel tijd. En vooral ook heel veel meer aandacht en begrip bij mensen die ermee te maken krijgen in de omgeving. Merk jij dat ook in de praktijk? Dat mensen nog steeds er niet vooruit durven te komen eigenlijk? Ja, we hebben mensen die hun eigen kinderen niet durven te vertellen. Omdat ze dan, ook dat heeft weer met dat beeld te maken. Hè. Dan valt het doek en oh god, dat is het ergste wat je kan overkomen en zo. Hè. Dan leeft er een geheim in dat gezin. Maar je krijgt een situatie dat de omgeving dat wel opvalt. Er is iets met vader, maar je mag er niet over praten. Dus iedereen wordt wat krampachtig. Ja. En ja, dan zit je ook in een soort vicieuze cirkel. En dan help je elkaar niet mee. Maar wat zeg jij dan? Hoe doorbreek je zoiets? Praat erover, wees er open. Zie je dan als een handicap waar je samen mee elkaar moet helpen. He, als iemand een versleten heup heeft, dan ga je elkaar ook helpen. Maar dat stigma, dat is ook, zit ook in die naam Alzheimer. Ja, daar schrikken mensen van. Ja. Ja, wat ik in ieder geval ontzettend hoop, is dat met een avond zoals deze mensen met dementie nu, maar ook over zoveel jaar zeggen, ondanks die ziekte doe ik er nog toe in de maatschappij. Ik sta er niet buiten, maar ik sta in de maatschappij. Ik voel me omringd door mensen die begrip hebben voor wat er met mij aan de hand is. En ik kan ook nog deel blijven uitmaken van de dingen die ik graag doe. Mm-hmm. En daar zetten we toch al stappen in. Ik bedoel, kijk nu even naar, als je het bekijkt naar 5 jaar geleden, toen we hier ook een programma over maakten, wat er allemaal al aan initiatieven zijn. Toch is dat taboe er nog. Merken jullie aan mensen die bij jullie komen dat ze weten waar ze naartoe moeten, waar ze opvang kunnen krijgen, dat er Alzheimercafés zijn, dat er case managers zijn die hun kunnen opvangen? In het begin moet je gaan oriënteren en dan gaat er een wereld open. Dus daar een van de zaken die wij doen is ook dat we proberen mensen te coachen en de weg proberen te wijzen. En mensen moeten het accepteren, moeten hun leven aanpassen en daar zijn alle hulpmiddelen bij. Dat is niet een proces wat even een knop omzetten is, maar we proberen dan de weg te wijzen. En ja, dan is er inmiddels wel heel veel aandacht en kun je op heel veel plaatsen. Hè. Nou, ook zo'n avond vanavond maakt het weer duidelijk hoeveel mensen ermee bezig zijn. Ja. En ja, ik hoop, hè, wat Marjolein zegt, dat deze avond dan ook bijdraagt dat mensen het een huis, tuin en keukenonderwerp gaan vinden. Hè, dan makkelijker over kunnen gaan praten met elkaar. Ja. En net zoals je het ook over een heup kunt hebben. Ja, precies. Hè? Maar ja, hulpvragen, dat realiseren mensen zich vaak niet. Hulpvragen is helemaal niet makkelijk. Vraag jij wel eens hulp? Doe je dat makkelijk? Ook, daar heb ik ook moeite mee, het klopt. Ik ook. En dat hebben dus ook mensen met dementie en hun naasten. Die hebben daar heel veel moeite mee. En het is ontzettend belangrijk als je zo lang ziekteproces door moet. Mensen in de omgeving. In hoe je aan kan bieden en wat je kan doen voor die ander. Noem eens een voorbeeld dan. Hoe het... Nou, zeg niet van, goh, je kan me altijd bellen als... Ajax kan dat nu wel. Ze niet. Zeg dan, woensdag, dan zal ik zorgen dat ik met jouw man wel naar de tennisclub ga, zodat hij toch bij zijn clubje kan blijven en ik zorg... Komt. Dus ben concreet en verdiep je in om wie het gaat en probeer ook iets te verzinnen wat hij of zij leuk vindt. Iets tastbaars te bieden. Ja. Zijn jullie zelf veranderd? Hebben jullie zelf veranderingen in jullie leven doorgevoerd om, misschien gezonder te leven of zoiets, Frans? Ja, beweeg meer. Ja? Let meer op het eten.
We drinken water. Dat we drinken nu water. Marlijn? Ja. Nou, ik probeer gezond te leven. Ik ben nog best jong, dus ik heb nog wat tijd om... En geen stress, een hele rustige avond. Ja, dat proberen we. Nou, het is wel goed om je bewust te zijn van de dingen die je zelf kan doen... om je hersengezondheid optimaal te houden. Mm-hmm. Maar voorkomen, dat weet je nooit zeker... Of dat je lukt. Nee, je kunt in ieder geval je best in ieder geval doen. Als u kijkt, of u wil nog langskomen, dan kan hoor. U kunt tot 10:30 hier naar de EZ Cultuurfabriek in Roermond komen. Er is nog plek daar in de hal. Hè? Het is er ook gewoon heel gezellig. Jullie zijn er net ook de hele tijd geweest. Ja. Of u kunt bellen, dat kan ook. En u gift geven aan het Alzheimer Onderzoek Fonds Limburg. Dat kunt u doen op 088-0080-123. Ja, de laatste loodjes... Waar gaan we uitkomen? We zijn zo benieuwd. Ja, hartstikke benieuwd. Ja. Maar er zijn nog een paar donaties. Kom er eens bij, Françoise. Want nu waren we net klaar. Françoise de Goeie zat net bij mij aan tafel. En toen waren we net klaar met het gesprek. En toen zei je iets heel liefs tegen mij. Ja, jij wou voor 8 uur die 100.000 euro halen. Ja. Dus ik was nog thuis. Ik dacht van, ik doneer snel even 500 euro. Misschien helpt het een beetje. Maar ja, toen hebben jullie het gehaald om 8 uur. Dus ik ben eigenlijk daar heel erg blij mee. En nu zit je al bijna op het. Ja, ja. Misschien het dubbele. Ja, het dubbele. Ja. Maar ik vond dit persoonlijk, je hebt net het verhaal gehoord. Ja, dankjewel. Je bent een liever. Dank je. Françoise de Goeie verloor haar man aan Alzheimer en doet nu 500 euro. Ontzettend bedankt. Dank je. Ja. En er is nog iemand. Hallo. Hermans, groenten en fruit. Zo. niet lullen, maar poetsen. Meneer Hermans, wij willen toch nog een mooi zakje aan voor een vriend uit de buurt. Een appeltje voor de dorst, een appeltje om het zo voor maar te zeggen. Dat is heel gezond. Een beetje spek op de ribben voor onderzoek en preventie, leefbaarheid als het gaat om mensen met dementie. Beppie neemt een heel graag dank in wel, ontvangst. Dank u wel. Oké. Dank je wel. En ja, nou ja, dat zijn toch alweer 750 euro die in de kassa van Beppie gaan. Wordt er nog gebeld naar 088-0080? Uno, dos, tres. Zo. 1, 2, 3. Kirsten. Ja, Lucien. We kunnen toch hierheen. Weet Mark het? Ja, hier in de telefoon... Hier gaat het gewoon hartstikke druk door. Katje, je had straks al voor ons gezongen. Ja. En je zei het nou, ik heb nou toch een verhaal. Ja, echt ongelooflijk. Ik had naar de mevrouw, die was oorspronkelijk uit Venlo. En die zat nu met 87 jaar in een bejaardencentrum in Heerlen. Waar ze wel nog zelfstandig woonde, maar met hulp. Nog supergezond. Reno voelde zich super. Maar wilde absoluut doneren voor de mensen die deze klachten hadden. En ja, ik werd er zelf van een beetje emotioneel super van. Lief. En daarvoor, 87 ben. De belangrijke. Hartstikke fijn dat mensen dat doen. Daarvoor had je nog iemand aan de telefoon. Ik had net ook een mevrouw van ook bijna 80 aan de lijn. Die zelf vertelde, ik heb zelf klachten van dementie. En ik hoor die verhalen en ik herken gewoon dingen die ik zelf ook heb. En ik hoop dat ze daar iets op bedenken. En dat is wel heftig, moet ik zeggen. Ja, dat grijpt je wel aan eigenlijk ook. Ja, dat grijpt je wel aan. Kantje, dank je wel. U kunt blijven bellen. Uw telefoontje wordt altijd opgenomen tot in ieder geval 11 uur vanavond bij Medireva. Morgen kunt u ook nog bellen en vrijdag kunt u ook nog de hele dag doorbellen. Na 088-0080-123. Je wilt doneren? Bijvoorbeeld die verhuizing, dat hij gewoon echt de wc niet meer kan vinden. Ook al is alles hetzelfde. Maar hij is gewoon helemaal in de war, want hij denkt ook gewoon dat alles anders is. Een dag voor de verhuizing... zou ik komen en toen zei hij al van ja, ik zit wel ergens anders, hè, want alles is veranderd. Zei van nee, dat gebeurt morgen pas. Dus het hoeft niet eens echt anders te zijn, maar in zijn hoofd is het gewoon dan al een heel verschil. Het was echt lastig om de weg te vinden. 'S Nachts kwam Bart bij mij in bed, weigerde er weer uit te gaan. Dat is echt wel een aanslag hoor, voor je zelfvertrouwen. Want ik voel nu dat ik gewoon achteruit ga. Ja, nu ik weet het gewoon niet wat ik nu
moet doen. Ik weet wel dat ik gewoon constant... gewoon kut vind. Het houdt niet op. Dat is gewoon helemaal niet op. Iedere avond bang zijn van wie is, heeft de dienst. Ja, dat soort dingen. Oh, dat is die. En oh, dan zit ze de hele tijd op me te letten. Dan mag ik niet even tussendoor naar de wc gaan. En, het is... daar gaat het om. En dat is... Oh, dan denk ik, alsjeblieft, laat me gaan. Dat, oh, dat is gisteren ook zo secreet de hele tijd. Ik vind het echt... Het is toch wel mensonterend. Het is vermoeiend dat ik gewoon denk van waar... Ja, waar zit het einde? Dan merken die wel maar... En Tjitske die wordt helemaal woest als je zegt dat je euthanasie wil. Ja, Ger. Hij was hier als eerste gast, Ger van der Gaas, samen met zijn dochter Meike. En de hele documentaire over Ger, Ger, mijn hoofd in eigen hand, kunt u bij L1 op tv zien. Vanavond nog, vanaf 22:50. Beppie, we naderen het... moment suprême. Oh, wat mooi. Ja, wie zegt ze dat in Spaans? Oh. Momento dado, zo. Oh, ja. Oh, en dat, oh, wat leuk dat ze Johan nog even ja, de benen trekt. Mogen hij rusten in vrede, El Salvador. Zullen we het bekend gaan maken? Ja, laat komen. Ik ben hartstikke nieuwsgierig. Oké, Ellen. Kom er even, Ellen van de Ven. Kom er even bij. Oh, wat doe je dat parmantig? Ja, ik denk, ik moet heel rustig lopen. Alsof je... Eigenlijk hadden we zo'n trap moeten hebben. Weet je wel, zo'n lichtgevende trap. Kirsten. Jij hebt al gezien wat erop staat. Ja. Wat was je eerste gevoel? Prima. Geweldig. Prima, geweldig. Oké. Okay. Ik kan dat nog niet zien, want je staat er nog een beetje voor. Dat is ook de bedoeling. Dat is ook de bedoeling. Wil je nog iets zeggen? Famous last words? Nou, ik vond het een fantastische avond. Ik heb natuurlijk niet het geheel gezien. Hè. Ik heb stukjes gezien. Morgen ga ik op een gemak eens kijken hoe het allemaal uitziet. Maar ik wil iedereen die hierbij betrokken was in ieder geval super bedanken. Echt. Want met z'n allen hebben we deze avond gemaakt. Heel goed. Dank je wel, allemaal. Ook Limburg. Ja, ik zei het straks al even. Het is ontzettend mooi. En ik praat denk ik ook namens onze kleine klok, waar we heel veel geld aan gehangen hebben vandaag. En Kirsten, dat er zo'n mooi sfeertje hing hier. Van een sfeertje van saamhorigheid en verbroedering. Ja. We wisten waar we het voor deden, alle neuzen in dezelfde richting. Zullen we het gaan zeggen gewoon? Ja? Zal ik hem omdraaien? Ja? Ja, ik zeg. Lukt je dat in je eentje? 227.162! Ja, geweldig. De hele avond is geweldig en dit is natuurlijk een enorme apotheose. En het laat zien dat we met z'n allen heel veel kunnen doen. Dat is echt een samen. En ik vond het heel geweldig en ik vind het bedrag ook geweldig. Hier kunnen we echt heel veel mee doen. Al dus een autoriteit op dit gebied, Frans Verheij, Marjolein. Nou, dit heeft mijn verwachtingen overtroffen en ik moet zeggen dat ik overweldigd ben door alle enthousiasme van de avond, alle mensen die hier zijn aankomen lopen. Dus enorm bedankt aan heel Limburg. Echt. Ik ga de woorden van Ellen niet herhalen, want dat heeft ze heel goed gedaan. Ze heeft heel veel mensen bedankt. Mensen hier die checks kwamen aanbieden, maar vooral ook de mensen thuis. Ontzettend bedankt Limburg voor jullie gulle giften en... wie gewoon er nog eens einde op drinken, denk ik. Of twee. Hè? Of twee. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Uno, dos, tres. Ja. Bedankt. Haie. Bedankt. Haie. Haie. Fantastisch. Ah. Echt wel. Echt goed.
stond voor een bord geloof ik.